Doe dan piemel of zo. Jongens, het is de dag van de vernieuwing vandaag. We hebben heel veel vernieuwingen vandaag. Allereerst hebben we hier, ja, je kent hem misschien nog van vroeger, Leon. Yo, Leon, onze rots in de branding, adjunct hoofdredacteur. En nu heel erg bezig met online, maar je dacht, ik ga weer op video verschijnen, dacht je van de week. Ja, precies. Ik miste het wel een beetje eigenlijk. Ja, mensen missen jou ook, hoor. Ik miste de glorie. De Hollywood-glorie van Gamers. Snap ik. Nou, dan gaan we zo doen. We gaan straks een preview opnemen. Dan hebben we nog een vernieuwing. Dus Thomas, die loopt 2 dagen stage hier. Dat is Tom's nog. Ja, Tom's nog. Ja, dat ben ik. En nog een vernieuwing, dat is de tosti-ijzer wat we hebben gekocht. Want we hadden geen tosti-ijzer op de zaak. Dus we zijn al 2 dagen achter elkaar alleen maar tosti's aan het bakken. Dat is niet heel goed voor ons. Zo, deze zijn ook al aan het bakken. Voel je dat? Kijk, check. Want daar lag erop. Oh ja, het is lekker. Die is wel lekker warm. Ja. En de volgende vernieuwing zit in de TukTuk en die zie je nu. En een andere vernieuwing van vandaag is de nieuwe scherm in de Gamers at TukTuk. Je ziet hier Thomas, die stond net ook boven en één keer is die beneden. En dat zijn dus iPads geworden. Nou oké, tablets. Ik noem ze iPads, maar het zijn tablets voor weinig geld. Maar check hoe mooi, we zijn nu nog allemaal trailers aan het downloaden. Maar het ziet er echt super vet uit, ook als ze uitstaan. Dat is ook belangrijk. Als ik het niet aanstaat, is dat ook mooi. Dan zie je ze hier. Kijk ze gewoon. Het is een schitterende dag. De mist is weggetrokken. We zijn in. Dat zonnetje. Lekker hè? Oh. We zijn in Arnhem. Ja. Voor de 2e dag van de grote Nintendo Mario TukTuk Tour. Super vet. Zonder gamerset. Ja, ik heb er zin in. We staan op een hele treurige laden losplek. Bij een heel treurige van Kronenburg. Ja. Maar goed, maar niet uit. We gaan het gewoon zelf maken. Want hier is de Tuk. We gaan hem afrijden, gaan we naar binnen, naar het Nintendo promotieteam. Die op dit moment al 4 minuten op ons wacht. Nice. Ja, wat nou als je de TukTuk hebt afgeladen voor de Nintendo dag? Oh, klinkt goed. Wat is dat? Er gaat iets mis met de TukTuk. We hebben de TukTuk uitgeladen, maar als je dan nog een stuk moet lopen, dan zit je naast elkaar. Maar gaat iets fout. Waarom reed hij dan niet? Ik reed wel. Oh? Oké. Poging 2. Als je TukTuk hebt afgeladen en je moet nog een heel stuk lopen, iets van 300 meter of zo. Eén moet naar beneden nu, van een heuveltje. Kijk, dat gaat zo. Dan, ja, wat doe je dan? Dan ga je naast elkaar heel knus. Kan je wel sturen? Ja hoor. Ja? Het is knus, maar... Volle kracht. Alle 2 pk. 50 hele 50 pk's. Pk's. Super vet. Ik heb alleen mijn verzekeringspapier niet bij me. We rijden nu echt op de openbare weg. Zonder gordel. Zonder gordel. Maar het is wel spannend toch? Ja, het is nog 1,2 kilometer. Oh. We zijn er al bijna. Daar is het Gelredome. Dat kun je wel even laten zien. Dat is misschien wel leuk. Ik moet wel even doen. Zien. En banden. Ik zie ook geen fuck. Jezus. Oh, wacht. Net zo'n zonneklep. Net als... Check this! Voor het eerst dat ik hem echt nodig heb ook. Super vet. Ja. We zijn dus onderweg. We rijden op het fietspad. Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Ik moet rectificeren. Want het zag er van buiten heel troostig uit, maar het is best een leuk winkelcentrum. Ja, het is best wel goed af. Kijk, met verhogingen en cadeautjes en lunchroom en de tuk-tuk. Staat die even, hè? Nintendo banner, super vet. Nintendo banieren zijn ook vet. Als je straks een nieuwe auto hebt, dan kan ik die meenemen. Dan heb ik daar ruimte voor. Ik vind hem leuk staan. Nou ja, de nieuwe features zijn dus de nieuwe schermpjes, die kun je zien, hè? Die zijn hier. Maar ook het licht eronder. Dat geeft een helemaal licht aan de onderkant. Hoe fucking vet is dat? En ik zag het vorige week iemand... aan het tellen was, hoe vaak ik hoe vet is dat zei? Ja, te vaak. Daar zit trademark op, dus dat mag jij niet herhalen. Sorry. Hoe vet is dat?
Wow, dat kost hem weer een kwartje. Een deel van de actie is natuurlijk dat Mario zelf er gewoon is. Kiek hem gaan! Wil jij even leuk bij de tuk-tuk staan? Dan maak even een leuke foto. Nice. Wat was het weer? Ja man. Was het weer vanavond? Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Ja. Vet Mario bij de tuk-tuk. Echt hè? Maar gezellig. Wel echt een beetje apart. Dit is natuurlijk de eerste keer dat ik dit meemaak, dat je gewoon de tuk-tuk neerzet en verdwijnt. En ja, en dat andere mensen het runnen. Het volgende moment weer terugkomen. Ja, ja, dat is heftig. Het is alsof je je kindje voor het eerst achterlaat bij de nieuwe voogden. Ja. Ze hebben er goed voor gezorgd. Maar het is wel apart. Je rijdt van Arnhem terug naar GNHQ. Ja. En dan een paar uurtjes werken en dan moet je weer terug. En dan... We zijn laat thuis, maar ja, het hoort erbij. Het is wel vet. Het was koopavond vanavond. Volgende keer is weer overdag. Zoetermeer. 6 januari Zoetermeer, 7 januari Eindhoven. Ja. Dus daar staan we met Mario. Nee, niet we. Met Mario, met de tuk. Ja, Joost, het is een beetje donker, dus sorry daarvoor. Maar ik wil even twee dingen laten zien nog. Kijk, ten eerste is voor het eerst de aanhanger, is een ijsbaan. Het is echt, jongen, het is super glad. Maar de oprijplaten niet, er is niks aan de hand. En het tweede wat ik wil laten zien is het riggeltje waar we net vanaf moesten rijden. Dat was echt super eng, want check het riggeltje, check hoe breed het riggeltje is. Zo breed en check hoe breed de tuk-tuk is. Zo breed. We moesten zo naar beneden vanaf hier. En dat was echt fucking eng. Dat zal ik even laten zien. Kijk dan, het is gewoon eigenlijk zo breed als de tuk-tuk is. Dus we hebben gewoon onze leven gewaagd. Maar hij staat op. Of tenminste, hij staat beneden. We gaan hem er nu op rijden. Ja, dat is het nadeel aan tablets. We klappen het ding dicht toen we nog een digitale fotolijstje gebruikten. Toen was gewoon de stroom eraf. Is de stroom eraf. Oh, kut. Sorry hoor. Kom zo terug. Lang. Oh hoi, ik had je niet gezien. Anywho, maar mijn tablets blijven natuurlijk aanstaan. Ze hebben gewoon de hele route. Ik zet ze even uit, want het knopje... maakt echt geluid. Maar is dat deze? Ja. Dan gaat ze gewoon helemaal uit. Dat denk ik. Uit genoeg. Naar de andere kant nog. Gaat het? Lukt het? Oh, en er zit ijs op. Er zit gewoon ijs op de tuk-tuk. Het is echt schattig. Kijk dan. Eerste ijs dat erop zit. En hier ook, op de spiegel. Check dit. En eruit. Gewoon krabben. Heb je er echt iets vies op gezet? Nee. Niet eens. Wow. Wow. Doe dan piemel of zo. Jongens, staan is de hele redactie van Gamersnet.nl. Bedankt, bedankt, bedankt voor dit fantastische jaar bij Gamersnet. Dankjewel. En de beste wensen nu allemaal. Het wordt een awesome gamejaar qua games. Het wordt een V6 jaar qua Gamersnet. En zonder jullie is er geen Gamersnet. Dus sorry dat het licht een beetje slecht is. En dat ze net gestopt zijn hierachter met feedback. Steek even een pijl aan. En dat is leuk. En beste wensen, cheers stereo. En we spreken elkaar op een tuk-tuk event of op een vriendendag. Of gewoon in de comments op gamersnet.nl. Thanks voor dit jaar.